en dan de voorjaarskriebels in Nederland. Vandaag was het voor het eerst warmer dan 20 graden op sommige plekken in Nederland. En op ons verzoek brengt dichter Tseet Bruinja een ode aan de lente. Herman Gorter, mei. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit dat ik vaak hoorde voor een zomernacht in een oud stadje langs de watergracht. Elk woord dat ik bij je neerleg, aan de grond en voor je voet is een woord te veel. Het koude gras daaronder pas gemaaid, net nat van de maan, het licht een dag. Nu wacht op de zon, een hand voor de mond en hand voor de grap. Wacht op hoe pas gemaaid gras lacht. Kijk me aan, kom overeind, lacht, lacht, lacht. Elk woord waar woord lacht. Lacht blij, als een bed dat nog niet opgemaakt is. Lacht pas gemaaid en glad. Pas gemaaid en blij lacht het gras met de hand op de mond. En elk woord dat ik later schijnbaar zacht bij je neerleg, op het nieuwe gras en voor je kostbare voeten, is een woord te veel dat lacht en lachen zal. Blad aan de bomen, hey, hey, zon in de lucht, hey, hey, blad aan de bomen, hey, hey, gebakken rode steen, hey, hey, deur, hey, hey, rook uit de schoorsteen, hey, hey, warmte van een ander, hey. Op een gegeven moment dan zegt zij Maxime en dan kun je dus ook heel mooi zeggen, ja, zo werkt het wel natuurlijk. Morgen in Eén Vandaag, de week van Maxime Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken. Eén Vandaag volgde hem in misschien wel de belangrijkste week uit zijn carrière, de week van de Afghanistan-conferentie. Maar ook gewoon mensen op straat, als je over straat loopt, gewone mensen, burgers hier, die spreken je aan en zeggen, fantastisch, wat een mooie conferentie was dat. En Verhagen legt uit hoe hij twitterend de kloof tussen burger en politiek overbrugt. Hebt u nu volgers al opgeroepen om zaterdag naar Eén Vandaag te kijken, naar de week van Maxime Verhagen? Dat kunnen we doen, okay. Dat kunnen we doen. Dan kan ik dus een beetje wat. Ik zal dus nu het zetten. Zo van, nu opnames 1 vandaag. 18:15 uur. Cent. Als het goed is. Erop. En dan hebben we in ieder geval 9000 mensen dat gezien en die heb jij weer meer kijkers. Dat morgen dus. Nu het wekelijkse gesprek met de minister-president. Sven Kokkelman spreekt Jan-Peter Balkenende. Meneer Balkenende, goedenavond. Goedenavond. Het was een drukke week. Wat vond u nou eigenlijk het leukste? Afghanistan-top. Ons met z'n allen bekeren tot het Calvinisme, wat u in Berlijn hebt gedaan. De NAVO-top die er zo meteen aan zit te komen. De G20 waar u aan tafel mocht zitten met de wereldleiders. Of het openen van de autorij. Als u het term leuk gebruikt, dan is misschien dat wel met je van toepassing op de autorij. Dat was wel een mooie bijeenkomst. Ondanks het feit dat natuurlijk er heel veel gebeurt in de automobielsector. En autodealers die het moeilijk hebben. Ja. Maar dat was, ja, dat was mooi. Er zat ook echt leuke kanten aan. Dus dat is het hoogtepunt van de week? Dat zou ik niet willen zeggen. Want dat wel wat betreft autoliefhebbers. Ja. Alleen er was natuurlijk veel meer aan de hand deze week. Ja. Het is ontzettend druk. Ik moet zeggen dat de bijeenkomst die we nu net hebben gehad in Londen, ja, ontzettend belangrijk was. De G20-top. Ja. En ik was ook heel blij dat Nederland er vertegenwoordigd was. Goed, laten we ze even allemaal aflopen. Het begon deze week bij de Afghanistan-top. In de marge daarvan zei Hillary Clinton, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken bij RTL Nieuws, dat het zeer welkom zou zijn als Nederland ook na 2010 ook in militair opzicht betrokken zou blijven bij Afghanistan. Gaan we dat doen? Het is zo dat ook Hillary Clinton weet dat Nederland heeft gezegd, Uruzgan, 2 keer 2 jaar. Ja. En dan is onze functie als lead nation afgelopen. Dat weten de Amerikanen ook.
Ik heb al vaker aangegeven van als er verzoeken komen, zullen we dat opnieuw bekijken. Een nieuw wegmoment. Het verzoek ligt er nu publiekelijk. Ja, maar dan, ik heb ook wel steeds gezegd, dan is natuurlijk de vraag van wat wordt nu precies verlangd. Ik vind dat de Amerikanen met hun nieuwe review op Afghanistan echt goed werk hebben gedaan. Ja. Dat sluit ook aan bij onze visie op het feit dat je militaire activiteiten nooit los kunt zien van diplomatieke aspecten en bestuursaspecten. Ja. Ja. En het hele thema van ontwikkeling, zodat mensen een beter bestaan krijgen, ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten. Maar wat gaan we doen met het verzoek? En dat zullen we gewoon echt nog gaan moeten bekijken. Want, wanneer neemt u de beslissing? Nou, we zijn natuurlijk aan het spreken binnen het kabinet, of dat gaat allemaal beginnen, zo moet ik het zeggen, over hoe zit het met verzoeken, wat gebeurt er binnen de NAVO, wat doen andere landen. Het is nu nog te vroeg om erop vooruit te lopen. Is het uitgesloten dat wij militaire steun blijven verlenen? Nee, het is niet uitgesloten. Het is niet uitgesloten. Alleen de vraag is van wat zullen de concrete verzoeken zijn, wat wordt van Nederland verlangd? En ook een ander belangrijk punt, wat kan Nederland leveren? Kijk, het is nu zo dat de afgelopen jaren is het een behoorlijke aanslag ook geweest. Financieel, maar vooral menselijk op het leger. Ja. Het is overigens ook zo dat Nederland altijd actief wil zijn. Want u weet, we zijn actief in meerdere delen van de wereld. Ja. Maar we zullen het heel goed met elkaar moeten bespreken. Maar een concreet verzoek via de officiële wegen is nog niet binnen? Nog niet van een concreet iets van wilt u dit of dat? Nee, nee. En toen u president Obama trof in Engeland, aan de vooravond van die G20-top, zei hij toen, Jan-Peter, you got a minute, I want to talk about Afghanistan. Nee, zo ging het helemaal niet. Nee, hoe ging het dan wel? Het was in de eerste plaats de eerste persoonlijke kennismaking. We hadden elkaar al telefonisch gesproken, er zijn ook brieven over en weer gegaan. Dit was de eerste ontmoeting. Ik moet zeggen, dat is natuurlijk het eerste punt van, heb je persoonlijk een direct contact? Was dat Weet je elkaar te raken? Dat was er. Obama is een buitengewoon hartelijk iemand. Hij is charismatisch, hij is heel open. Dus ik was eigenlijk heel tevreden over de contacten. Het klikte tussen ons en dat is ook goed om dat ook hier te zeggen. Maar het ging niet over Afghanistan? Nee, want toen, op het moment dat je dan eerst elkaar even wat hebt leren kennen, dan gaat het al direct over de vraag van voor de conferentie die we nu meemaken in Londen, wat moet daarvan de boodschap zijn? En ik heb toen met hem ook nadrukkelijk erover gehad dat ik het van groot belang vind dat we niet alleen spreken over de financiële crisis, maar evenzeer over het thema klimaat, klimaatverandering. En dat de conferentie in Kopenhagen aan het eind van het jaar een succes moet worden. Ja. Ik heb het ook gehad over de vrijhandel in de wereld, de WTO-onderhandelingen. Ja. Die lopen al een tijd, maar die moeten nu een keertje worden afgerond. Dus geen protectionisme? Precies. En het punt van de armste landen, de derde wereldlanden. Ja. En, nou, dat zijn allemaal punten die hebben we teruggezien in het resultaat dat er nu ligt. Ja. Er zit ook een enorme smak met geld bij. Ja. Wat merken wij daarvan eigenlijk hier in Nederland? Nou, het is zo dat wanneer we voor tegen elkaar zeggen van geen protectionisme, is dat van groot belang voor een land als Nederland. We hebben bedrijven die in tal van landen in de wereld actief zijn. Dus als er iets is waar Nederland last van heeft, dan is het wel beschermende maatregelen voor de eigen economie. Protectionisme, dat gaat ten koste ook van onze eigen belang. Dat is één punt. Tweede punt, laat ik het voorbeeld noemen van Midden- en Oost-Europa. Er zijn nog wat landen die diep in de problemen zitten. Wanneer zij nu worden ondersteund door het IMF, is dat in de eerste plaats van belang voor de landen zelf. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk net zo goed voor Nederlandse bedrijven die exporteren. Ja, want wij drijven handel met die landen voor een deel en wij zijn afhankelijk van de export voor een groot deel. Ja, en dan is ook goed het punt nog te noemen, het thema klimaat. Ja, het is een wereldwijd vraagstuk. Ja. Dus die conferentie in Kopenhagen waar natuurlijk mondiaal afspraken moeten worden gemaakt over de reductie van CO2 bijvoorbeeld, uitstoot. Dat moet echt succes worden. En dat is ook de reden waarom ik met Obama erover heb gesproken. Omdat natuurlijk de afgelopen jaren het zo is dat Amerika niet het Kyoto-protocol heeft onderschreven. Dus onder de vorige regering. Ja, dus ik hoop nu echt dat dit anders gaat worden. Ja, nou, het is een van zijn stokpaardjes, toch? Dus u ziet hem overigens vandaag weer en morgen bij de NAVO-top. 60 jaar NAVO, 60 jaar bondgenootschap. Nu zei uw voormalige, of uw voorganger moet ik zeggen, Ruud Lubbers. Die zei op Radio 1 vanochtend, ik doe een beroep op Jan-Peter Balkenende en zijn collega's om te beginnen met de ontwapening van de NAVO waar het gaat om kernwapens. Dus ook hier uit Nederland weg. Ja. Gaat u dat doen? Het is zo dat het doel om te werken aan een wereld zonder kernwapens, dat doel onderschrijft iedereen, onderschrijft de regering en ikzelf ook. Maar gaat u het ter sprake brengen? Het punt is, er zal worden gesproken ook uiteraard over nucleaire wapens, maar het punt is vooral, als je dat doel wil nastreven, kan de NAVO dat nu eenzijdig doen of moet je zeggen, nee, dat moet dan wel door alle partijen gebeuren? Kijk, stel u zich voor, de NAVO zegt van, wij gaan eenzijdig nu een einde maken aan kernwapens. Maar voor landen als Noord-Korea en Iran gaan er gewoon vrolijk mee door. Hij draait het om. Hij zegt, je kunt niet tegen die landen zeggen, jullie mogen geen bom hebben als je ze zelf nog wel hebt. Ja, maar ik vind dan toch dat het punt moet zijn dat je alle moet aanspreken. En doe me net wat denken aan discussie
die Ruud Lubbers zelf heeft meegemaakt in de jaren 80. Toen ging het over de kruisraketten. De plaatsing van kruisraketten. En toen heeft ook hij verantwoordelijkheid gedragen voor besluiten die positief waren over de kruisraketten. Niet omdat hij die kruisraketten wilde, maar omdat we toen te maken hadden met de situatie dat de raketten vanuit Rusland wel op ons waren gericht. Ja, en toen was ook de vraag, moet je het nu eenzijdig doen of niet? Nee, maar hij zei, we hebben toen besloten tot plaatsing, omdat mijn stellige overtuiging was dat dat uiteindelijk zou leiden tot totale ontwapening. Ja. Ja, maar goed, men geeft dus aan dat de regering destijds heeft gezegd van je moet dat niet eenzijdig doen. Nee. En die vraag is eigenlijk nu nog steeds aan de orde. Maar goed, gaat u het ter sprake brengen? Wij gaan spreken over de nieuwe strategie van de NAVO. Dat zal bijvoorbeeld ook gaan over de vraag, wat doet de NAVO aan vredesmissies? Ja. Wat kan de NAVO bijdragen, ook voor die gebieden in de wereld waar geen leden, geen landen van de NAVO zijn? Ja. Die vragen moeten dan worden beantwoord. En wanneer het thema kernwapens in orde komt, uiteraard zal ik dan onze opvatting daarover geven. Maar u gaat het niet zelf aansnijden? Ik moet even kijken hoe het allemaal loopt. Oké, goed. Daar wordt ook mede besloten wie de opvolger moet worden voor van onze Jaap de Hoop Scheffer als secretaris-generaal. Nou is er één oud-premier, oud-collega van u die zich kandidaat heeft gesteld. Ja. Dat is de heer Rasmussen. Maar nou is er meteen een probleem ontstaan vandaag. Want de Turkse premier Erdogan die dreigt nu met één veto vanwege het feit dat Denemarken nog steeds geen excuses heeft gemaakt voor de cartoonrellen. Ja. Blijft u Rasmussen steunen? Wij steunen Rasmussen. Ik ben ook zelf een groot voorstander van de kandidatuur van mijn collega Rasmussen, de premier van Denemarken. Het is een man met gewicht, met gezag. Ik heb natuurlijk meegemaakt destijds, bijvoorbeeld als voorzitter van de Europese Raad. Ja. Dat heeft hij gewoon uitstekend gedaan. Het is een plezierige man in de contacten. Dus u blijft hem steunen? En hij is denk ik ook de goede man voor de NAVO. Ik zal hem blijven steunen. En ik kan ook iets zeggen hoe het de afgelopen dagen is gegaan. Ik heb ook zelf met Erdogan hierover gesproken. Ja. Ik heb ook tegen Erdogan gezegd van ik ben een voorstander van de kandidatuur van Rasmussen. En wat zei hij toen? En toen heb ik gevraagd van zit er flexibiliteit nu aan jouw kant? Of is het echt een blokkade? Toen begreep ik dat het niet echt een blokkade was, maar dat het meer te maken had ook met timing. Daarna heb ik een gesprek gehad met Erdogan samen met president Obama, bondskanselier Merkel en mijn Spaanse collega Zapatero. Mm-hmm. En toen is ook duidelijk gezegd, uiteraard was Obama degene die toen het woord voerde, van dat er grote belang wordt gehecht aan het benoemen van de heer Rasmussen. Ja. En toen is ook gezegd tegen de heer Erdogan, van het is echt ook zaak dat u ook dit mee kunt maken. We zien wel de bezwaren die u heeft, maar wat kan er worden gedaan om die bezwaren weg te nemen? Toen heeft op dat moment Erdogan gezegd, ik zal contact opnemen met de president van Turkije, de heer Gül. Ja. En ik wacht nog op de nadere berichten daarvan. Ja. Dus het is nu echt even afwachten. Berichten van vanmiddag waren dat hij dreigt met een veto. Hebben wij een andere kandidaat op het oog, mocht dat niet lukken met meneer Rasmussen? Nou, laat ik nog even niet speculeren. Nee. Ik mag ook hopen dat de premier van Turkije toch ook ziet hoe het internationale krachtenveld is. En er moet nogal wat aan de hand zijn om echt een besluit te gaan vetoen. Dat vind ik een riskant iets en ik vind ook dat je daar nooit mee moet gaan dreigen. Nou ja, Turkije is geen onbelangrijke bondgenoot. Dat is ook waar. Ze spelen ook een belangrijke rol. En het is ook goed dat Turkije bij de NAVO zit, ook in de richting van de islamitische wereld. Precies. Dus dat begrijp ik allemaal. Aan de andere kant vind ik het ook dat je goed moet kijken wat is nu de kandidatuur van een persoon, hoe is die persoon. En probeer dan ook eens wat verder te kijken dan misschien je bezwaar op het eerste oog. En dat zal misschien best een pittig debat gaan worden. Ik hoop dat het allemaal goed gaat, maar we zullen het moeten afwachten. Goed. President Obama heeft vandaag een wandeling gemaakt door Straatsburg. Daarbij heeft één vrouw het voor elkaar gekregen om hem te zoenen. Bent u daar ook bang voor nu u die kant op gaat? De heer Obama heeft bijzondere gaven, zullen we maar zeggen. Goed. Ik dank u wel. Goede reis. Dank u zeer. Welke gemeente heeft het beste parkeerbeleid? En waar maken ze er een potje van? Ergert u zich groen en geel aan schots en scheef geparkeerde auto's? Of neemt u het zelf ook niet zo nauw? Samen met de ANWB onderzoekt Eén Vandaag een van de grootste ergernissen van het land. Plaats zelf foto's van fout geparkeerde voertuigen. Bekijk wat anderen insturen en doe mee met ons grote parkeeronderzoek. Ga naar eenvandaag.nl/parkeren. Op onze website dus. Tot zover onze uitzending. Morgen zijn we er weer. Nog een prettige avond.